Zoals ik in de vorige vlog vertelde, ben ik, of was ik aan het schrijven op dat moment. En ik heb ook een speciale tekening gemaakt op de envelop. En die ziet er zo uit. Dus nu kan ik hem laten zien omdat de brief is toegekomen. Anders was de verrassing weg. En het zou jammer geweest zijn. Dus dat ga ik afwerken nu verder en op de post doen, achtereten en dan studeren. Dus, welkom bij mijn vlog voor vandaag en morgen misschien. Een brief van de Sint. Doe maar open. Hij zit goed vast. Ja, precies. Ja, wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Het cadeau voor Sinterklaas. Een spelletjesboek. En allemaal spelletjes in. Amai. En een brief. Dit is een brief. Lieve Capone, bedankt voor je mooie brief. Het was een van de allermooiste die ik ontvangen heb. Ik heb hem dan ook met heel veel plezier gelezen. Maar ik moet iets bekennen. Mijn paard heeft gisteren kattenkwaad uitgehaald. En nu doet zijn pootje zeer. Gelukkig kan ik op de postbodem van B-post rekenen. De cadeautjes te verdelen. Dus als je je postbode ziet, dan mag je hem zeker eens bedanken in mijn plaats. Ik hoor dat je blij bent met je cadeautje. Hopelijk bleef je er veel plezier aan. En ik kijk nu al uit naar jouw brief van volgend jaar. Ik moet je nu laten, want Zwarte Piet hangt weer de deugen niet uit. Sinterklaas. Sikke. Oei, Zwarte Piet hangt weer de deugen niet uit. De Sint is geweest. Het is ondertussen zondag. En we zijn deze ochtend bij onze oma en opa Sinterklaas gaan vieren. Ja, gaan zoeken, gaan rapen. Ik weet niet, hoe zeg je dat? Dat is een goeie. Dus, Sinterklaas gaan vieren. En hij is ook voor de grote kinderen gekomen. Dus, hij bracht onder andere dit. Snoep onder andere en een soort speelgoed en dingen die je kan verzamelen. Van monsters. University, voor de volgende Monsters Inc. En uiteraard nog chocolade. En dit bracht hij ook. Douchegel en shampoo en dergelijke. En nog chocolade, uiteraard. Dus dat is wel leuk. En lekker. En mandarijnen en speculaas en al dat lekkers. Dus ja. En Sinterklaas is uiteraard hier ook geweest voor Sita, zoals jullie konden zien.
En het hele weekend heeft ze dus al gespeeld met haar dagboek, een elektronisch dagboek. Dat is het eigenlijk zowat. En nu ga ik mijn kamer opruimen en dan is het weekend weer voorbij. Althans, het echte, want ik heb woensdag pas terug school, woensdagochtend, om 8:45. Een uurtje later dan anders. Ik heb nu net mijn kamer opgeruimd. En een beetje muziek geluisterd ook, omdat dat wel fijn is. bon ja, ik zal jullie eens een kleine rondleiding geven. Ik heb mijn kamer op dit moment klaargemaakt voor kerst. Ik heb de kaartjes van mijn prikbord gehaald van de vakanties of van brieven die ik toegestuurd kreeg. Want ik doe dus aan pennenbrieven. Wat echt super is om te doen, is echt leuk. En kerstkaartjes schrijven is gewoon nog veel leuker. Dus dat is voor een van de komende dagen. Ik zal jullie eerst... Het is mijn muziekcollectie. En zoals je ziet... Is er eigenlijk amper nog plaats. Hier staan ook nog allemaal cd's achter en onder. Staan ook nog allemaal cd's. Dus en op dit moment speelt de cd van Hannelore Bedert. En daarnaast heb ik ook een kleine kerstversiering. Ik weet niet waarom, maar ik vond dit wel leuk lijken. Zo de lichtjes in de kerstbeker. Van Starbucks. Dus, en dat is wat dat Sinterklaas bracht bij ons mama. Dat is ook waarschijnlijk de eerste keer dat Sinterklaas iets brengt voor kerst. Een mozaïekposter van Robbie Williams. Het zijn allemaal kleine foto's eigenlijk. Van die foto is eigenlijk... Of bestaat uit allemaal foto's genomen tijdens het concert in, op Nebworth of tijdens de Weekends of Mass Distraction Tour in 2003, denk ik. De foto zelf, de grote foto, is dus een foto van het concert voor 125.000 mensen in Nebworth. Dan mijn prikbord. En ik moet eerlijk zijn, ik heb een beetje vals gespeeld op dit moment. Die pinguïn is een kerstkaartje van vorig jaar. En dit kaartje, die komen van de mama die te veel kerstkaartjes had. Dus heb ik ze meegekregen. Die hangen hier nu even omhoog, totdat er eigenlijk ook weer plaats tekort is. Ik heb ook twee kaartjes opzij liggen die binnenkort weer terug op moeten. Dus... Een verjaardagskaartje dat ik vorig jaar of twee jaar terug kreeg van Inge. Wat ik nog altijd fantastisch vind. En het kaartje van Brugge. Ook een mooie herinnering. Mooie herinneringen. Die verdienen een plaatsje. Dus, achter kerst gaan die zeker terug omhoog. Dat is het zowat, denk ik. Verder is er ook nog mijn... Dat is mijn kast, mijn kleerkast met K3... Poster van de zus, tekening van de zus, of foto's. Dat is een kunstwerkje dat ik kreeg van de mama tijdens de Euromarkt afgelopen zomer. En dan mijn kast met dvd's en rommel. En daar is eigenlijk ook al veel te veel plaats tekort. Daar staan ook nog dvd's bovenaan. Mama muziek dvd's. Dus dat is mijn kamer. En dit is mijn zicht trouwens, dit is mijn buitenzicht. Zo. Dit is de tuin van de buren, onze tuin. Dus dat is het, denk ik. Dit is mijn kamer, het is opgeruimd nu, of toch ongeveer. Eigenlijk veel te veel plaats te kort, dus gaan we eens voor moeten kijken. Anyway, dat is het voor zondag, denk ik. Zondag. Zo, dat was het voor deze week of voor het weekend. En tot volgende week sowieso. Deze week zal rustig worden, want ik heb maar 2 dagen school. Ik heb woensdag les en vrijdag
heb ik gastcolleges. En maandag, dinsdag en donderdag ben ik thuis. Dus zal er gestudeerd worden. Verder staat er eigenlijk weinig op het programma. Dinsdag ga ik naar mijn middelbare school, waar ik kennis ga maken met de nieuwe directie. Daar is sinds vorig jaar een nieuwe directie. En als lid van de oud-leerlingen, of van het oud-leerlingencomité gaan we ons voorstellen. Dus dat is eigenlijk zo wat het programma. Verder ga ik gewoon leren en mijn Frans voor de week hierna voorbereiden. Dat gaan we dan wel zien. Kerstkaartjes schrijven ga ik ook doen deze week, want die mogen uiteraard aan de bus op. Dus eigenlijk staat er heel weinig op het programma. De komende tijd zal het heel rustig worden, aangezien de examens eraan komen. Bedankt voor het kijken alweer. Als je nog geen lid bent van het kanaal, schrijf je zeker in beneden op abonneren. Of op het einde van de video, geef een duimpje, altijd leuk. En als je tips hebt of vragen of je wilt iets zeggen, laat ze beneden achter in de commentbox. En tot snel.